Nee, maar dat had ik zelf ook wel verwacht hoor. Dat was gewoon een heel gunstig moment voor mij, omdat het ook het jeugd-EK er was. Dus voor mij een gunstig moment om in te stromen. Maar ja, nu al die gasten weer terug zijn, de bondscoach heeft heel veel keus. Dus en ik val er nu gewoon buiten. Heeft hij dat wel aan jou aangegeven, ook dat er meer keuze, dat hij verder gaat kijken dan? Nou, niet per se na die wedstrijden, maar hij zei tijdens zo'n gesprekje, tijdens die trip wel van dat er gewoon heel veel middenvelders zijn en dat hij heel veel keuze heeft. En ja, aan mij om te zorgen dat ik het heel goed doe en dat hij niet om me heen kan. En, in het begin van het seizoen ging dat nog niet helemaal, maar de laatste tijd gaat het wel weer wat beter. Heb je er nog wel hoop op het WK? Nou ja, hoop. Dan moet ik nu wel echt heel goed gaan spelen en dat kan natuurlijk wel gebeuren, maar... Ja, ik verwacht gewoon niks en ik zie het wel.